Like every metropolis, The Hague also has a World Trade Center. The World Trade Center is the place for international business in and around The Hague. Besides the offices, a great many facilities can be found here. Wat maakt het WTC De Hague zo interessant? Nou, WTC biedt meer dan alleen kantoorruimte. Bij ons staat de gebruiker centraal. We hebben hier naast kantoorruimte ook een hoop faciliteiten, zoals onder andere horecavoorzieningen, een sportschool, kinderopvang, ruime parkeergarage. En we zorgen eigenlijk dat de gebruiker zich helemaal thuis voelt, zowel privé als in werk. En hoe ziet de samenwerking met andere WTC's eruit? Wij hebben het internationale netwerk van WTC's binnen handbereik. Het zijn 330 WTC's in meer dan 100 landen. Daarnaast bieden wij, omdat we in Den Haag zitten, eigenlijk ook een hele goede gateway voor internationale bedrijven die hier in Nederland willen vestigen. En ondersteunen wij bedrijven die naar het buitenland willen gaan om te investeren. This building even has an art gallery. Wat is de toegevoegde waarde van het WTC? Nou, het WTC is belangrijk als een ontmoetingsplaats voor internationale bedrijven. De stad Den Haag vindt het ook heel erg belangrijk om nog meer congressen en internationale evenementen in onze stad te organiseren. Vorig jaar hebben we de Nuclear Security Summit gehad. Dat was een heel groot evenement. Maar we willen meer van dat soort internationale congressen naar Den Haag halen. En ik denk dat het WTC daar ook een hele belangrijke partner bij is om dat ook te accommoderen en dat ook te huisvesten.